Oh, horen weer eens ronken. Hij heeft er weer zin in, ons Brabantsbuske. En we gaan weer op pad. En jij mag weer bepalen waar het Brabantsbuske naartoe gaat. Stuur ons op pad, maar we hebben tot nu toe nul reacties. We gaan gewoon rijden, we gaan op pad. Hier was gisteren echt een enorm feest, Niels. 40.000 man, Koningsdag. Zo. En dan heb je van die mensen hier, moest je kijken links, die moeten gewoon de boel opruimen, die gasten. Ja. Die kunnen wel een complimentje gebruiken volgens mij in de stromende regen. Ja, zullen we even omkeren dan? Ja, gaan we doen. Is goed. Dat is precisiewerk. Ja, leuk hè? Ja. Dat is echt een hobby. Daar kan je gewoon van genieten, ja? Ja, kunnen we zeker van genieten. Ja. Dank je. Je hebt ook een mooi oranje hesje aan, dat is ook voor de koning, denk ik. En voor de veiligheid. Ja, ja. 40.000 man, moet jij de rommel opruimen? Ja, wij mogen opruimen. We hebben het ook geplaatst, dus we moeten ook opruimen. Ja. Zo simpel is dat, hè. Is dat niet een beetje ondankbaar werk? Nee, waarom niet? Nee. Leuk. Nee, je bent gewoon bezig. Ja. Je bent gewoon bezig voor de bevolking, voor Koningshuis. Ja. Nee, dit is een onderdeel van onze business en we vinden het leuk om het op te bouwen en we vinden het leuk om het weer af te breken. Ja. Heel raar, maar, ja. Maar waar. Heb je wel een beetje kunnen genieten van Koningsdag? Ja, thuis, op de bank. Ja. We rijden door het prachtige Tilburg, maar Charlie, waar gaan wij naartoe? Nou, ik heb een bericht gekregen van Nadine en Niels, want ze hebben al vannacht om 2:15 gemaild naar Omroep Brabant. 2:15 s'nachts? Ja, zo laat, want hun bus is gestolen met Koningsnacht. Nee joh, wat zuur. Ja, het is een oude brandweerbus en we moeten echt gaan kijken of dat we hem ergens kunnen. Ja, we gaan op zoek naar die bus, maar we gaan om ons heen kijken, we gaan er meteen op af. Is dat hem niet, Niels, die gestolen bus? Dat is hem, een brandweerbusje. Dat is zo'n auto, dat is zo'n vrachtwagen. Ja. Daar stond hij tot gisteravond nog. Ja. Vannacht is hij dus gejat? Ja, gisteravond. Tussen 8:30 en 12:00 volgens de buurvrouw. Wat doet dat dan met je? Dan kom je hier thuis van het Koningsdagfeest of Koningsnachtfeest. Ja, dat is wel even schrikken, want het is een beetje ongeloofwaardig of zo. Want toen je wegging stond die de bus er nog en toen kwam je terug, was je opeens weg. Ja. Het is gewoon een hele leuke bus. Het is gewoon heel leuk dat je dan gewoon vorig weekend lekker weer, dan kun je gewoon naar het strand rijden, ga je hele gelijk kamperen. Dat is gewoon heel leuk. Ja. En een camperbusje. Ja, en het campingseizoen stond op het punt om te beginnen. Precies, ja. Ja, we hadden vorige week nog het busje helemaal kampeerseizoen klaargemaakt. Een klein fortuin uit te geven bij de Action aan plastic curveboxen. Waarom is het nou zo lekker om in dat ding te rijden? Ja, gewoon lekker checkie rolken, armen uit het raam, weet je wel. Zo'n grote busje lekker een beetje pruttelt. En dan gewoon, gewoon wegrijden, weet je wel. En dan kan je kan overal gaan pitten. Dat is gewoon te gek. Ja. Maar waarom denk je dat iemand zo'n ding dan ineens voor jullie jat? Ja, dat is zo duur zijn ze. Ja, je hoort altijd, maar dat hoor ik ook, maar dat ze heel populair zijn in Marokko. En dat ze dan worden verscheept. Dus. We gaan nu straks ook even kijken bij de Antwerpse haven. Er schijnen ze nog wel eens te worden teruggevonden. Dus ja, daar gaan we proberen of je dan misschien daar. Ook echt specifiek zoeken en rondkijken. Ja, weet je, we hebben eigenlijk alles gedaan. We hebben aangifte gedaan. Er staat een melding uit. Dus we kunnen eigenlijk niet zoveel meer doen. Ja, dan gaan we maar eens even kijken of je daar. Ja, je hoort wel eens dat het gebeurt. En ja, nooit geschoten toch? Je geeft er niet op. Ik geef niet op, nee. Je hebt ook wel posters opgehangen toch? Ja. Nou ja, mijn assistent heeft dat vooral gedaan. Dus we gaan beginnen in het klein. En jullie pakken Brabant, dan pakken wij België. Ja, wat voor betekenis had die voor jullie? Het is niet alleen een stuk staal, hè? Ja, weet je, het is een beetje triest eigenlijk. Het wordt ook een beetje een deeltje van jezelf. Je weet niet, als je jezelf zou omschrijven, weet je wel, ik ben een gast met een bus, weet je wel. Ja, zo'n beetje. Oh, cool. Het is gewoon cool en weet je, dat hoort gewoon bij je en dat doet ook wel een beetje pijn. Ja, tuurlijk. Ja. Heeft u wat gezien? Ik heb helemaal niks gezien. Rode bus, goed rondkijken. Ja, die stond hier een paar dagen geleden, maar nu niet meer. Nee. Dus, moet uitkijken, meezoeken. Ik ga hier hartstikke goed meezoeken. Zie je ergens een oude rode brandweerbus? Neem dan contact met ons op. Ja, zo herkennen aan het schoorsteentje op de dag. Dit zijn dus de mogelijkheden om u aan te melden voor het Brabants Buske. Wilt u van uw man af, of iets meer voor de hand liggend, wilt u van uw vrouw af? Dat kan, maar dan moet u niet bij ons zijn. Want wij zoeken namelijk naar mensen die in het zonnetje gezet moeten worden. Ook al regent het pijpenstelen. Ligt er iemand te slapen? Wilt u die wakker gemaakt hebben door de camera's van Omroep Brabant? Geen probleem. Heeft u lekker gekookt en denkt u, nou, ik heb iets te veel? Dat kan, we komen graag langs. Wie weet stikken wij er wel de moord van de honger. Wij zijn altijd wel in staat om iemand lekker wakker te kwallen. We zijn ook graag bij iemand in de buurt die jarig is. Dus laat het ons weten.
We komen langs. Niels, moet je eens kijken wat een prachtig busje daar rijdt. Ja. Het is bijna net zo mooi als een Brabants busje. Het is echt zo'n old school hippie busje, hè? Zullen we eens kijken of we hem aan de kant kunnen zetten? We hebben hem. Moet je eens kijken, er zitten ook echt van die wimpertjes aan, hè? Volgens mij is dit de trotse eigenaar of van jullie samen, denk ik. Nou, dat hebben we samen allemaal gecreëerd, eigenlijk. Ja. Waar komt die passie nou vandaan voor die wagentjes? Nou, eigenlijk gewoon van oldtimers. Eigenlijk alles wat oud is. Ja. Vertel er eens wat over. Hoe oud is hij? Hoe heb je hem aangekleed? 1974. We hebben hem in Groningen gekocht. Hij was hard en er moest wel veel aan gebeuren, maar de prijs was goed. Ja. 13,75. Dat is een koopje. Eigenlijk wel, maar er moest dan wel wat aan gebeuren. Hele remmen vervangen en mijn vriendin die doet een beetje interieur en die knapt meubeltjes op en zo. En jij hield heel het interieur met de bonte kleuren. Ja, je hebt er smaak van en dat past ook een beetje bij Koningsdag van gisteren nog. Ja, ook hè, inderdaad. Ja. Ja, wat leuk aangekleed. Van het interieur. En waar ga je vandaag naartoe? Naar de BSA-tref. Oh. Dat is ook oldtimers. Dat is ook oldtimers. Ja. Echt, er gaan echt al die oldtimer tours aan. Nee, niet allemaal. Maar de BSA heeft een BSA. Dus die gaan we nou ophalen. En dan gaan we door naar Lommel is het, hè? Ja. Ja, Lommel. Het is wel heel leuk om ook al die andere mensen te ontmoeten met zo'n busje. Ja, zeker, zeker. En dat is natuurlijk wel de grote vraag. Wat vind je van die van ons? Ja, ook super tof. Ja, ja, ja. Vooral het rood-wit, hè? Dat is helemaal Brabant. Dat is helemaal goed. Super tof, ja. Mag ik hem gewoon eens even starten? Ja. Je moet als het contact aan gaat, dan hoor je een klik. Dat is van de LPG. Oké, ik ga het proberen. Oh, lekker ding hoor. Kunnen we niet gewoon ruilen? Want ik vind deze wel mooier aangekleed dan ons bus. Ja, er zit een heleboel flauwekul in, hè? Een heleboel flauwekul. Ik heb nog meer flauwekul voor je. Je mist een Brabants Buske sleutelhanger. Dan kun je altijd terugdenken aan ons Brabants Buske. Raymond, wat doen we bij deze bushalte? Nou, deze jongen, deze bus, die rijdt vanaf maandag niet. Want vanaf maandag is er een grote busstaking. Maar deze jongen, het Brabants Buske, die rijdt gewoon. Dus zit jij in de problemen? Kun je niet naar school of niet naar je werk? Laat het ons weten en ik kom je persoonlijk ophalen. En zorg dat jij op je werk komt met het Brabants Buske. Nou, breng mij ook maar naar mijn werk dan. We rijden in Mierlo en ik heb zin in friet en dat komt goed uit, want we hebben eind februari een berichtje gehad over friet, toch Charlie? We hebben een berichtje gekregen van Nick en zijn vader, die wilde die in het zonnetje zetten. Die werkt al 50 jaar voor een frieten. Ik google hem net om hem een bezoekje te brengen en nou blijkt dat zijn vader 3 weken geleden is overleden. Nog steeds reden om te gaan, toch? We gaan hem gewoon een hart aan de riem steken. Kom, we gaan naar het. Het bedrijf bestaat 3 generaties en wij zijn dit jaar in het 53ste jaar. Nou wilden wij langskomen, jij stuurde ons in februari al een berichtje. En toen was er ineens 3 weken geleden, geloof ik, triest nieuws. Helaas slecht nieuws, ja. Mijn vader is 3 weken geleden overleden. Maar het gezicht van het bedrijf is en blijft nog steeds mijn vader. Breng jij de zaak, maar als ik om me heen kijk in die zaak, ja, ik zie overal foto's van jouw vader. Je eert hem nog altijd. Hè? Sowieso, hij hoort erbij, hij blijft erbij. En zijn foto's zullen altijd blijven staan. Hoe trots ben je op hem als je hier naar friet staat te bakken? Ja, dat kan je denk ik niet met woorden beschrijven. Dat is gewoon... Kijk, mijn vader is altijd mijn voorbeeld geweest hier in de friet. En ook al heb ik zoveel opleidingen gedaan met wat dan ook, horeca, van A tot Z eigenlijk. Kies je dan toch voor het familiebedrijf? Dan kies ik voor het familiebedrijf. Gewoon omdat het... Ja, gevoelskwestie. Het familiebedrijf hoort gewoon erbij en ik ben erin opgegroeid. Ja, dit is dan de trots van de familie op de plek waar je vader altijd zat, hè? Dit was zijn plek en dit is zijn product. Dit is zijn product, de trots van de familie. Even proeven. Echt goed. Je proeft het vakmanschap. Verse friet moet je beleven. Is een product wat niet in de fabriek gemaakt wordt. Ja, op jouw vader. Merci. En het afscheid was ook bijzonder, toch? Dat was een bijzondere plek, ja. Vertel eens. Toen zijn we... met de wagen hier eerst langs de oude zaken gegaan in de Wilhelminastraat. En toen zijn we, zijn we hier naartoe gegaan. Hier is hij uit de wagen gekomen, is de kist binnen geweest. Is gewoon in de friet? Hier binnen geweest.
En toen zijn we naar de kerk gegaan en hij hield van Schotse muziek. En toen is er een doedelzakspeler voorop. En wij liepen achter de wagen en die heeft heel veel indruk gemaakt in hier in Mielo, want er wordt nog over gesproken. En is het dan raar om hier nu te staan of hoe voel je? Het is in het begin wennen geweest om hier te staan, maar komt allemaal goed. En we gaan er gewoon tegenaan zoals hij het gewild had. Dit is zijn plaats en daar zal het ook altijd blijven. Het was een heerlijk frietje en er was hem alweer Brabants Buske voor deze keer. Blijf meezoeken naar die rode bus. Nee, niet deze. Blijf meezoeken naar die gestolen bus en stuur ons op pad het Brabants Buske.